en super leuk dat jullie vandaag gaan kijken. Vandaag ga ik voor jullie mijn jewelry stash opnemen, oftewel mijn sieradencollectie. Zoals jullie misschien weten heb ik zelf een shop waar ik sieraden verkoop. Ben ik gek op sieraden aan zich en krijg ik heel vaak de vraag van jullie wat ik om heb, wat ik in heb en van welk merk het is. Dus het leek me leuk om vandaag een soort van update te geven over mijn nieuwste sieraden, wat ik het meeste draag en wat ik het mooiste vind en zo mijn tips met jullie te delen. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Oké, als eerst zal ik beginnen met alles wat ik vandaag om, in en aan heb. Ik ga eventjes iets dichterbij zitten, zodat jullie het ietsjes beter kunnen zien. Ik hoop dat die lekker focust. Yes! Allereerst in mijn oor heb ik naar mijn idee een hele mooie earparty. Als eerste is deze oorbel van het merk Safira, maar deze heb ik ontworpen. Ik heb namelijk vorige maand een collectie gelanceerd met Safira, waar onder andere deze oorbel in de collectie zat. En deze tweede oorbel zat daar ook in. Even voor jullie informatie, ik zal hieronder alle linkjes plaatsen van de webshops waar jullie eventueel dit kunnen shoppen, mochten jullie dat leuk vinden. Dan gaan we door naar deze derde met het stukje. Deze is van mijn eigen webshop, van de Edit Guide. Deze hiernaast ook en deze hierboven ook. Zoals jullie kunnen zien is eigenlijk bijna alles wat ik in heb met kleine steentjes ingelegd. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar de laatste paar weken hou ik in één keer heel erg van alles wat glittert en shined. Wat eigenlijk helemaal niet echt iets voor mij is, want ik vind het altijd een beetje tokkie gehalte of zo. Maar op een of andere manier vind ik het heel erg leuk staan en word ik gewoon heel blij van. Dus vandaar dat ik mezelf er ook helemaal mee heb volgehangen. Trouwens, ik heb ook een heel leuk haarschuifje in met allemaal kleine pareltjes. Ik zal ook eventjes een linkje van plaatsen hieronder. Oké, dan gaan we door naar de andere kant en hier heb ik een iets andere formatie in. Allereerst heb ik hier een hele grote ring, of een grote ring in met allemaal kleine steentjes. Deze is ook van de Edit Guide. En jongens, kijk, ik heb dus een paar weken geleden een nieuw gaatje geprikt, die dus boven mijn gewone gaatje zit. En hierin heb ik een klein steentje. Deze die heb ik bij Lucardi laten schieten. En het knopje is daar ook vandaan. En verder heb ik deze oorbel van de Edit Guide, deze van Safira. En dit oorbelletje is de andere die daarbij hoorde. Ik had hier al een gaatje. Mochten jullie nou vragen hebben over al mijn gaatjes, waar ik dat heb laten doen. Nou, laat ik het gewoon even vertellen trouwens. Dat is wel zo handig. Ik heb mijn eerste gaatjes laten schieten toen ik echt al heel jong was. De afgelopen jaren heb ik eigenlijk steeds meer gaatjes bijgeschoten. Wat ik heb gedaan is, ik heb al mijn piercings, dus deze en ook deze vierde, ik heb het gewoon laten schieten. Sommigen zeggen van dat is slecht, je moet het laten piercen, dat is beter. Was misschien achteraf ook zo geweest, maar ik heb ze laten schieten. Ik heb dat allemaal bij Lucardi laten doen. Zij doen dat misschien nu niet meer. Maar je kan het vragen en zeggen dat je op eigen risico gewoon daar een gaatje doorheen wil laten jassen. Bij mij is het goed gekomen. Ik moet zeggen, deze heeft wel echt heel lang geduurd voordat hij was genezen. Maar nu is hij helemaal goed. Ik kan er alle soorten oorbelletjes in. Dus ik ben daar helemaal blij mee. Oké, dat waren alle oorbellen die ik er nu in heb. Dan gaan we door naar de kettingen. En deze kettingen zijn eigenlijk ook allemaal een mix van mijn Safira by Moderosa collectie. Hier heb je een klein dingetje waar je een fotootje in kan doen. Dit kan open, vet cute. Kijk, kan eventueel wat in. Dit is gewoon zo'n wired ketting. En hier hangt een steentje aan. Dit is niet van de collectie trouwens. Deze vond ik toevallig. En het leek me leuk om deze hier aan te doen voor die beetje extra bling bling. Dus dit is mijn neck party. Ik vind het heel erg leuk om dit altijd te layeren. Dus meerdere laagjes om te hangen. Oké, dan gaan we door naar de ringen. Als eerste deze ring. Die is ook van Safira by Moderosa collectie. Deze middelste ook. Hier een pink ring. Hier krijg je echt heel vaak vraag naar. Deze is van Wild Things. Echt super leuk merk. En dan hebben we nog hier een ring met een
Wordt die scherp. En dan hebben we nog hier een ring met een diamant. Deze is van een diamond, nog iets website. Ik weet niet meer hoe die website heet. Het is in ieder geval wel een echte diamant met daaromheen andere steentjes. En ja, ik ben er heel blij mee. Het is een hele klassieke ring, maar ik vind dat heel erg leuk. Bij de rest van mijn wat meer stoerdere ringen. Oké, dat is wat ik dus nu allemaal vandaag om heb. Nu wissel ik eigenlijk bijna dagelijks wel. En heb ik hier een bakje verzameld met de favoriete oorbellen, kettingen, horloges van dit moment. En dan hebben we als eerste deze oorbellen. Deze zijn van het merk Ana Luisa. Zeg ik het goed? Ana Luisa? Ja. Het is een merk uit New York. Super leuk. En deze oorbellen zijn echt top. Ze zijn super basic. Maar ze zijn wel wat zwaarder. Dus je hebt wel het idee dat je echt iets moois in hebt, zeg maar. Het is allemaal gold-plated. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is iets wat ik echt dagelijks in kan hebben. Iets anders wat ik ook nog van hun heb, dat zijn deze. Dat is ook van Ana Luisa. Het zijn een soort van, ja, hoe moet ik het uitleggen? Het zijn een soort van ringetjes, maar ze lijken weer rond. Echt, ik zou het even eentje in doen, want het ziet er heel leuk uit in de oren. Check. Echt heel erg mooi. En het leuke van dit merk is dat ik jullie een kortingscode kan geven. Of mag geven. Als je code MODEROSA10 gebruikt. MODEROSA M met een hoofdletter. Dan kun je 10% korting krijgen op alles van deze website. Ik zou sowieso even kijken nemen. Want ze hebben echt hele mooie dingen. Heel clean. Maar wel echt statement pieces, zeg maar. Dan gaan we door naar de volgende oorbellen. Deze zijn van mijn eigen merkje. En dat zijn deze ringen. Goud met glitter. Heel erg leuk. En ik vind het dus heel erg leuk ook om deze op zo'n manier te dragen. Dat ik eerst, eerst deze grote draag. En dan die ernaast hang. Echt super leuk. Heel leuk, heel leuk, heel leuk, heel leuk. Oké, on to the next. Ja, dat zijn ook hele mooie oorbellen. Dat zijn namelijk deze oorbellen van Celine. Ze zijn super zwaar. Ze hangen wel een klein beetje in mijn oor. Ik zal ze even in doen. Dus het is niet echt iets wat je een hele dag in kan hebben. Want dat gaat op een gegeven moment zeer doen. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Ik vind ze super chic. Ze vallen heel erg op. Maar daar hou ik van. Dus hier ben ik heel erg blij mee van Celine. En deze heb ik ook nog een heel mooi paardje van Balenciaga. En dat zijn deze. En het leuke hiervan is dat het dus een mix is van zilver en goud. En dit is iets wat ik de laatste tijd ook heel erg leuk vind. Ik heb eigenlijk bijna alleen maar gouden sieraden. Maar ik heb ook wel wat zilver. En ik heb nu dus ook kettingen wat echt dus een mix is met goud en zilver. Dus hetzelfde idee als dit. Dus mocht je nou bijvoorbeeld een zilverdrager zijn, maar goud wel heel erg leuk vinden. Is het misschien een idee, als je niet direct wil overstappen, om gewoon te gaan mixen. Dus ga gewoon lekker goud met zilver mixen. Het mag allemaal helemaal leuk. Oké, on to the next. Dat is deze supermooie armband. Deze is ook van het merk Ana Luisa. Heel erg mooi. Heel erg. Oh, wow. Kijk. Het is een beetje zo'n slavenarmband-achtig idee. Ja, very pretty. Oh ja, even kijken. Iets waar ik ook heel erg fan van ben, dat zijn natuurlijk de statement oorbellen. Zoals deze. Deze zijn ook van mijn eigen merk, van de Edit Guide. Super leuk ook voor kerst om gewoon lekker zo'n grote oorbel in te hebben. Dat maakt gewoon, dat maakt gewoon eigenlijk elke outfit een stuk leuker. Dus deze die draag ik heel erg veel. En welke ik ook erg veel in heb, dat zijn deze. Die vind ik echt tof. Dat ze echt even wat anders zijn. Het is een soort van gedraaide knot. Kijk. Het is een beetje ouderwets misschien. Je oma die heeft misschien wel zoiets in. Maar dan met zo'n clip.
Maar dit is gewoon met een standje, met een gaatje. Maar ik vind het, ja, ik vind het zelf heel erg mooi. Mooi staan. Gewoon wel chic. Beetje girly. Helemaal zo met die knipjes en die krul in mijn haar. Ik ben echt zo'n meisje. Maar goed, in ieder geval, ik vind dit erg leuk. Dan heb ik nog, oh ja, deze. Ook heel erg tof. Ook een ring van het merk Ana Luisa. Goud. Oh, andere vinger. Goud met een zwarte soort van steen erin. Super tof. Beetje een zegelringachtig. Ook heel erg leuk staan zo in het rijtje. En ja, iets waar ik heel erg blij mee ben. Waar ik heel veel vragen ook naar krijg als mensen het zien op een foto. Want het is gewoon een heel mooi horloge. Dat is mijn horloge. En het is een, niet of je het kan zien. Het is een vintage Rolex. Deze die heb ik voor mezelf gekocht afgelopen jaar voor mijn verjaardag. Ik ben 28 jaar geworden. Niet een hele bijzondere leeftijd. Maar het was wel gewoon een, ja, of een bijzonder jaar. Gewoon een goed jaar. En ik had zoiets van, ik wil graag mezelf voor mijn verjaardag iets moois cadeau doen. Dus ik heb dus dit horloge gekocht. En dit is een Lady Datejust, geloof ik. Ik heb er niet heel veel verstand van. Ik weet alleen dat ik het heel mooi vind. En deze heb ik eigenlijk bijna elke dag om. Maar ik heb, nee, ik zal eerst deze laten zien. Naast dat ik echt dat horloge gewoon echt geweldig vind, is er één merk waar ik echt al jaren fan van ben. En dat is dit merk. Dat is het merk Larsen & Jennings. En voordat ik mijn Rolex had gekocht, droeg ik echt elke dag dit. En eigenlijk draag ik het nog steeds wel regelmatig. Ik zal het even dichtbij laten zien. Het zijn echt super chique horloges. Ik heb hier nog eentje. Dat is ook een favorietje. Deze. En als je nog op zoek bent naar een mooi horloge. Het is niet goedkoop. Het is ook niet heel duur. Zeg maar in vergelijking met een Rolex. Dit is gewoon echt betaalbaar. En je krijgt echt een hele mooie klok. Dus mocht je naar een horloge op zoek zijn, dan zou ik zeker even een kijkje nemen bij Larsen & Jennings. Oké, dan gaan we door naar nog een hele toffe ring. Ook wederom van Ana Luisa. En dit is ook een pink ring. Super leuk. Met een beetje een soort van gestructureerd ja, dingetje bovenop. Heel erg cool. En iets wat ik ook heel erg leuk vind. Ik ga deze even zo wegdoen. En wat je heel erg veel ziet tegenwoordig, dat zijn ook meer de statement kettingen. Dus niet alleen oorbellen die wat groter en grover zijn, maar ook de kettingen. En waaronder ik deze heb. Deze is van mijn eigen collectie. Daar hangt een soort van Romeinse munt aan. En ik vind het echt heel erg leuk. Het kan echt elke outfit een soort van upgrade geven, dat je net eventjes dit toevoegt om net even iets specialer te maken. Ja, en dan als laatst heb ik nog een ketting, wederom ook met een soort van bling bling achtig ding, wat ik dagelijks eigenlijk wel draag. Even kijken, andersom. En dat is deze ketting. Dit is de Amon ketting. Deze is ook van de Edit Guide. En hierbij vind ik ook weer erg leuk dat er allemaal steentjes in zitten. Letter, lekker, glitter en glamour. Ja, volgens mij was dit het. Dit zijn eigenlijk alle sieraden die ik het meeste om heb. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Dat jullie een beetje inspiratie op hebben kunnen doen. En hieronder staan dus alle linkjes naar de webshops. En bij Ana Luisa kun je dus 10% korting krijgen met de code MODEROSA10. Oké, guys. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie heel snel weer. Ciao!